wake me up before you go go. Yeah, tijd voor de vlog. We zijn onderweg naar... Nu naar Vierde. En uiteindelijk naar Zwolle. Oh, hoi. Ja, we zijn onderweg naar Vierde in de bus. Want er zijn weer werkzaamheden. Vraag nog wat leuke dingen. Oké, heb je... Wat verwacht je van het optreden vandaag? Niet zo veel. Het wordt heel intiem. Intiem, hoor ik, ja. Het wordt ook heel spannend, want we gaan dan van die nieuwe liedjes uitproberen. Oké. Okay. Andere gelijk... stijl. In een andere stijl. Ja, dus we doen eigenlijk zo voor het eerst, maar dan niet zoals ze horen. Waar we nou eigenlijk heen moeten. Oh, het is die straat om. Oh. Nummertje 25. Nummertje 25. Die zei ik wel. Voorzitter, online. Hi, hallo. Hi, Vincent. Hi. Hallo. Vincent. Ik met vergunning mag parkeren. Hey, camera! Ja, dit. Ja. Had jij die box nog meegenomen? Ja, die staat in de tas. Aha. Gaan we Dolby Surround spelen dan? Mooie bril, man. Ik jou. Waar is jouw bril? Weet ik niet. Alles. Wat vind je van de woonkameraccommodatie? Mioi! Ja, schitterend. Toch? Ja. Ruben is onze techneut. Wel, de gitaristen doen gewoon de classic gitaristen ding. De hele tijd spelen. Hey Richard, ik vind dat voortaan bij gigs moet je die bril dragen en dan moet je zo'n turtleneck aan hebben. Zo'n witte turtleneck dragen. Witte? Ja, ja, sowieso. Nee, een olijfgroene. Zijn je aan het knooien? Ik ben de enige professor. Ik ben gewoon mooi mijn stem aan het opvouwen. Het eerste nummer wat we gaan spelen is de eerste keer dat we deze live gaan doen, dus het is meteen al heel spannend. Dus ja, geniet ervan. Van Zwolle. Dus geniet ervan en nog een hele fijne dag. Het is toch geld? Die kamer is goed, toch? Ja, ik vind het best goed. Zo, was het eerste optreden. Wat vonden we ervan? Hartstikke leuk.
Met de... Ja, dat is ja, ik zelf vond het ook wel leuk. Het was tenminste leuk. Nou nog de likes. Is er eten in de keuken? In de keuken is er eten, ja. We zijn dus nu pas 5 minuten klaar met de eerste set. En natuurlijk zijn Frederik en Richard meteen weer aan het zoeken. Het is gewoon omdat de volgende set iets meer... De volgende set zijn geen nieuwe nummers. En je bent gewoon net iets meer ontspannen als je een biertje op hebt. En ik bezweek gewoon onder groepsdruk. Je moet ook een biertje proberen, man. Je hoeft niet eens te rijden. Probeer het eens. Dat zou je verrassen. Dat zou je verrassen. Goed. Wauw, jullie zijn echt heel muzikaal, wist je dat? Martin, ik moet wat bekennen. Ik hou van je. Oh. Pas op voor mijn laptop, gast. Mijn laptop destroyen. Zometeen komt onze bassist naar beneden, hij is naar het toilet. Hij is een redelijk klein mannetje. Dus als hij zometeen naar beneden komt, geef allemaal een heel groot applaus. Die mogelijk vandaag spelen van muziek. Dus genoeg leuke acts te zien in alle woonkamers hier in Zwolle. Dus geniet daar nog van. Heb je vragen? Wil je met ons komen praten naar de show? Mag niet. Kom gerust naar ons toe. We beantwoorden alles. En ja, fijne dag nog. Frederik is op zoek naar bier, gaat meteen zo naar de koelkast, alsof die hier woont. Ik vond de eerste set een beetje beter. Ja, ging beter, maar we hadden wel meer lol in de tweede. Ja, klopt. Ja, we moeten wel een nieuwe doen spelen. Ja, denk ik ook. So wonderful. We hebben in het Dippy. Dankjewel. Eerste twee en de laatste drie. Counting Days zou ik ook doen. Dat vond ik eigenlijk ook goed. We hebben al zes en dan heb ik twee naast een maatje. Waarom hebben jullie nog steeds geen kaartjes? We hebben kaartjes. Kaartjes? We hebben kaartjes. Waarom krijgen we kaartjes? Ja, Frederik. Frederik! Zijn schuld. Maar we wisten dat bij de laatste set worden de drugs, dus daar komen de kaartjes. Ja. Wij kunnen wel een kaartje voor je pakken hoor. Nee. Wat vonden jullie van? Buiten. Oh ja. Wat ik ervan vond, ik dat het best Franse camera. Ja, dat vond ik. Die ene die alles filmt. Ja. Die ene wordt jouw ondertitel nu met een. Ja, er wordt al ondertitel. Ja. Meestal krijg je dan nog zo'n domme comment hier boven hier zo. Ja, dit is mijn vader. Sorry. Mensen die een camera in de hand hebben, vind ik echt niet serieus. Daarom komt jouw face de hele tijd in beeld en dat is wat de mensen willen. Dat weet ik al. Ja. We hebben al een aparte Facebook-pagina gemaakt. Geen page voor Martin. Nee, Shy Martin. Shy Martin. En dan een witte toch? Ik ook. Kijk hoe je staat. Een beetje sophisticated en zo. Oh ja, ik heb een boel. Ik schrijf ook eigen nummers, want ik ben Richard Klink. Oké, dit is dus de set.
Lees maar even voor, want dit kribbelkrabbel, dat kan ik niet lezen. What the fuck staat er? Under my skin, maybe, counting days, just gonna let you be, something crazy. If I had to say, my whole mind's gonna go down. And I'm allowed to go outside. Wel 9, dus ik zou het wel bij 8 houden. Nee. Oké. Okay. Laten we zeggen dat we anderhalf uur gaan spelen. Anderhalf uur. Jezus, die grappen over mijn Duits accent zijn echt niet meer funny. Wil jij in het Duits praten? Ja, ja, hallo, hallo, ach. Ik woon niet 4 jaar in Duitsland. Wow. Ja. Tijd voor de final set. Ben je er klaar voor? We beginnen met wat muziek te maken. Ja, we hebben dus vandaag al 2 sets gespeeld bij muziek bij de Dure in de Vol. En de 3e set die we gaan doen, hebben we gekeken naar van die 2 sets. Wat waren de beste nummers van die set? En die hebben we al in deze super set gegooid, zoals ik hem zelf noem. En we hebben jullie de eer om eigenlijk naar de best af te luisteren. De best af muziek. Dat voelt best wel goed. Ja. Toch? Okay. Ik mis een beetje het enthousiasme dat je... het is niet elke dag dat je de best af hoort van Arthur Bridges. Ik zou dat niet... Omdat we niet elke dag spelen, maar Hey, Mr. Big Shot, you got problems of your own. So just leave me, so just leave me alone. Richard, wat vond je van vandaag? Ik vond het een geslaagde dag, was heel leuk. Vooral ja, op een gegeven moment toen raakten we echt op dreef, dus die 3e set die was wel... Die knalden we eruit, zeg maar. Ja, het was ook de best of set. Toen hadden we eigenlijk de beste liedjes van de eerste 2 sets hebben gebruikt. Marja, wat vond jij van vandaag? En toen... Van genoten. Jullie moeten gauw weer een keer de voorschoten komen. Marja is de moeder van Richard. Hij kan... Dit is de vader van Richard. Wat vond jij van de vandaag? Voor jou heel mooi zingen. Ah, voor mij. Ja, Richard kan er wel van, ja. Oké. Nog iets te zeggen tegen de kijkers thuis? Nee. Tot ziens. Zie je.